Ineke. Ineke is mijn vrouw. En daar ben ik bijna 30 jaar lang mee geweest. Een vrouw met heel veel energie. En met heel veel drive. Maar ook heel zacht en heel vriendelijk. En dat laatste, dat kwam met name helemaal naar boven toen ze ziek werd. Ineke die hoorde op 15 januari 2019 dat ze een tumor in haar hoofd had zitten, de grootte van een duivenei. Waarbij het direct al duidelijk was dat de prognose bijzonder slecht was. Ineke was uiteraard ziek, ze was zwaar geopereerd, maar we waren hier met z'n tweetjes. En het leven was gewoon hartstikke vredig en goed en fijn en liefdevol. En heel erg klein ook. Er waren veel vrienden hier, familie. Het was goed. Ze was gewoon, ja, in zekere zin zorgeloos geworden. Wat natuurlijk niet zo was, want het was natuurlijk wel wat aan de hand. Maar blij met alles wat er goed ging. En echt wel accepterend met datgene wat er niet goed ging. Dus het verdriet, het was er echt wel. Alleen het voerde niet de boventoon. En ze wilde leven. En dat zei ze ook. Ze zei van, ik hoop dat ik nog een lang leven krijg. Maar als het niet zo is, dan, dan is het ook goed. Dat hele corona zelf, ja, wij hebben daar gewoon met z'n tweetjes grappen over gemaakt. Zo van, joh, wij zitten al anderhalf jaar in quarantaine en een lockdown. Dus wij vonden dit, zoals wij dat dan tegen elkaar zeiden, klein bier. Het zal wel. Maar goed, je werd er wel mee geconfronteerd. Maar wat wel zo was, er moesten twee dingen niet. Eén ding moest er niet gebeuren. Ineke moest niet besmet raken. Want dat zou heel onhandig zijn voor haar behandeling. In die zin dat die dan gewoon niet door kunnen gaan. En B, de behandelingen moeten doorgaan. Maar ja, er zijn hier ook altijd mensen blijven komen. Alleen we deden dat dan wel een beetje zonder gehuk en geknuffel. En we hielden ook dan ook wel een beetje afstand. Gewoon de gewenste afstand tot elkaar. Maar we zijn er nooit neurotisch over geweest. Nee, gewoon, het is wat het is. We moeten niet besmet raken. Maar come on, we leven ook. En we hebben al meer meegemaakt de afgelopen tijd. Maar we wisten toen heel weinig over corona. Nee, we wisten niks. En er waren geen vaccins. Dat was één grote puinhoop overal. Dus we wisten niks. En ja, ik realiseer me nu, jij me dat nu zo vraagt, is dat ik dan zeg van shit, eigenlijk wel gek dat wij daar niet gestrest over zijn geweest. De lockdown ben ik ook ingegaan van, hey, ik kan haar niet ontmoeten. Ik mag officieel niet zomaar naar haar toe. Dus ik heb inderdaad gedacht, ik moet dat eerst maar niet doen. Je was bang om haar te besmetten eigenlijk, omdat je zelf veel contact had met andere mensen. Ja, ja. En dat konden ze ons niet laten testen toen. Dat was nog helemaal niet in vragen. Dag lieve mensen, even een update van Ineke en mij. Henk-Jan had wel creatieve oplossingen door te gaan videobellen. En hij stuurde haar nog altijd foto's waarin ze liet zien hoe het met hen was. En filmpjes. Dus hij ging daar heel creatief mee om. Maar gaande met de tijd die vorderde, ontdekte ik wel dat ik het zijn bij Ineke miste. Dus dat was voor mij pas, ik denk, 3 maanden. Dat ik weer bij haar geweest ben. Zo, dus je hebt een flink stuk gemist eigenlijk, hè? Ja, van haar ziekte. Ja, ja. Tenminste, niet in het feit dat je niet fysiek bij haar aanwezig kon zijn. Ja, 3 maanden. En dat is achteraf gezien best een lange tijd geweest. Want de periode daarna was ook maar kort. En dat wist ik toen niet. Ineke is geopereerd begin juli 2020... En die operatie is slecht verlopen. Ze kwam daar neurologisch zwaar aangetast uit. Er was tijdens de operatie een kleine hersenbloeding geweest. Ze was al verzwakt. En het betekende dat zij op
rechts eigenlijk gewoon niet meer functioneerde. Ze kon niet meer goed lopen. Haar rechterhand deed het eigenlijk gewoon niet meer. Haar gelaat was rechts ook helemaal anders. En haar spraak was echt gone. Ineke die had fysiek hulp nodig. Die kon niet meer haar eigen medicatie verzorgen. Die kon niet meer haar eigen ontbijt maken. Ze kon niet zelf naar het toilet gaan. Noem maar op. Dat maakte dat ik daar toch wilde zijn. Dat ik ook iets voor haar kon doen. En dat is echt heel goed geweest. Dat ik daar wel was. Want op dat moment heb ik ook nog een moment met Ineke gehad dat ze mij dat ene woord kon vertellen. Dat lukt niet als je ver bent van elkaar. Dan wordt het spreken, ook over de telefoon, dat werkt niet. Dus ik ben daar, ik denk in juni, 2 keer geweest. En in dat weekend, of in die dagen, keek ze mij op een keer op een moment aan en vertelde mij: loslaten. Ik zeg, oh. Ik zeg, jij mag loslaten? Ja, zegt ze. Niet wetende dat dat al heel snel zou zijn. Maar ik begreep haar wel. En dat kan alleen, dat kon ze mij vertellen omdat ik daar was. Toen bleek dat Ineke inderdaad niet meer behandeld kon worden. Dat de tumor ook uitgezaaid was. Dat er veel meer aan de hand was. En daarmee begon het proces ook van: ze mag naar huis. Ze mag sterven. En waar gaat ze sterven? Thuis? Of op een andere plek? En Henk-Jan heeft voor een hospice gekozen. En dat was een plek waar Ineke haar eigen kamer had. En waar een woonkamer was. En nog een kamer met een bed. En de mogelijkheid om te blijven. Te zien, man. Goed je te zien, Marijn. Dat is een tijd geleden. Het is nu januari 2022. Ineke is hier geweest in augustus 2020. Dus bijna anderhalf jaar. Zo lang. Ja, bijna anderhalf jaar dat Ineke er niet meer is. En dat ik nu weer in deze plek ben, in deze woonkamer. En ja, dat is wel bijzonder. Het is ook wel oké. Ja. Het gekke is dat we hier met een hoop mensen gezeten hebben en de laatste 4 dagen van Ineke's leven hier hebben meegemaakt. En dan zou je zeggen dat zo'n plek een plek is die je zou willen vermijden. Ja. Omdat die met verlies en met dood geassocieerd wordt. Maar ik merk dat dat voor mij helemaal niet zo is. Ik merk gewoon dat dit een goede plek is. Voor mij was dat weer in de bubbel blijven en daar volledig alles kunnen doen wat je graag wil doen. Voor iemand die stervende is. Voor Henk-Jan, die mensen nodig had na zich. En dat is voor mij ook een dierbare tijd. Ik heb Ineke mogen wassen. Ik heb haar ingesmeerd met een lekkere bodycrème. En daarmee zei Henk-Jan dan ook als hij binnenkwam lopen: oh, wat ruikt ze lekker. Voor mij is aanraken heel belangrijk geweest. En ook het zelf doen, ook heel wezenlijk. Voor mij staat op mijn netvlies het afscheid van Ineke met mij. Niet met woorden, ook van mijn kant niet, maar met haar ogen. Mij heel diep aankijken en echt zeggen van: ik zie jou. Ik ben er heel dankbaar om dat allemaal wel kon. Dat corona hier, dat de hele situatie daarin
ja, dat ik alles heb kunnen doen wat ik wilde doen. Dat die mogelijkheid er was. Ja, Ineke ligt in hospice. Daar willen mensen natuurlijk naartoe. Die willen Ineke nog een keer zien. Maar ja, het is wel corona en je hebt een hospice met mensen die zwak zijn qua gezondheid. Dus ik heb op de laatste paar dagen heb ik echt heel veel mensen heb ik afgebeld. Zo van, ik weet dat jullie willen komen, maar het kan niet meer. Het is tegen, het is niet in het belang van Ineke. Dus er zijn heel veel mensen niet meer gekomen. Vond ik heel erg jammer, maar het kon gewoon niet. Zijn er specifieke mensen die je zelf gemist hebt? Nou, kijk, wij hebben een vrij close verhouding met een aantal buren hier. Dat is een beetje een zo'n mini-community. Ja, en die wilden natuurlijk ontzettend graag naar Ineke toe. En die hadden er ook een rooster voor gemaakt van dan komt er die, dan komt die. Ja, en ik heb ze allemaal moeten afbellen. Ik zei van, het kan niet meer. Het is too much. En ook een nichtje van mij. Ik zeg, ja, het kan nu echt niet. Het is niet goed. Nou, die staan dan echt letterlijk aan de voordeur. En die moet je gaan wegsturen. Dus dat is gebeurd, ja. Ja, dat is gebeurd. Bij het overlijden van Ineke, wie waren erbij? Was jij erbij? Nee, ik was er niet bij. Ineke, ik heb de eerste twee nachten niet in de hospice geslapen. Ik was zo moe. Dus die meiden waren er wel, ik niet. De laatste twee nachten heb ik wel geslapen. Ik mocht bij Ineke op de kamer slapen, maar dat heb ik niet gedaan. Ik kon dat niet. Ineke's vader wel. Die was met geen stok bij zijn dochter weg te meppen. Die zat daar gewoon. De hele dag. En nacht. Dit vond ik ook een mooie foto. Deze. Laatste nacht heb ik bij haar geslapen. Ik lag naast haar op het bed. En in plotseling hoorde ik wat hikken. En ik ging naast haar staan. Is ze please de laatste? Waar is Henk Jan? Ja, daar was ik te laat mee, hè. Dus ik gauw naar Henk Jan, want toen was ze al overleden. Ja. Ja. Maar ik vond het heel fijn dat u erbij was. Vond ik zelf ook. Ja. Ik heb dat gemist. En Ineke's vader was er wel bij. Dus dat is wel heel mooi, dat haar vader er wel bij was. De vader was er zo intens veel van hield en een goede band mee had. Maar ik heb hem gemist. Hoe is dat voor jou? Het is wat het is. Natuurlijk had ik daar graag bij willen zijn. Maar het is niet gebeurd. En dan zijn er mensen die echt bij je willen zijn. Dus hier, mijn tuin zat regelmatig vol. Er zat regelmatig een man of 10, 15... Ja, dat was natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Want eigenlijk mochten dat er maar 4 of 6 of weet ik veel wat zijn. Maar ja, je neemt wel een risico. En dat heb ik gewoon heel wel bewust genomen. Waar je van alles van kan vinden. Waarbij voor mij gewoon een hele simpele constatering is van ja, mijn vrouw is overleden. En dan blijk ik ook nog eens een keertje gewoon mens te zijn. En ik moet dan echt wel af en toe mensen even aan kunnen raken. En een knuffel kunnen geven en een zoen kunnen geven. Ja, dat waren natuurlijk bijna doodzondes in die tijd, hè? Gewoon een elleboogje of een boksje, dat is wat we doen. Maar je gaat niet aan elkaar zitten. Want dat is namelijk heel gevaarlijk voor het virus. Die regel heb ik echt laten varen. Dus ja, ik was op dat moment een potentiële superspreader.
Stel dat ik het onder de leden had gehad, er waren nog geen vaccins. Ja, dan had er wel wat kunnen gebeuren. Dat is waar. Was je je daarvan bewust? Zeker. Maar die mensen had je gewoon nodig ook, in die hele week, zeg maar, na het overlijden van Ineke. Ja, absoluut, absoluut. Die hebben heel veel voor me gedaan. Met name de Ineke's zusje Annegien, vriendin Ida en vriendin Gerda en vriendin Annelies. Ja, die waren toch wel, ja, die waren hier bijna de hele week. Ook al voor het overlijden. En daar leunde ik ook echt op. Daar kon ik echt dingen aan overlaten. Dus die waren hier gewoon natuurlijk altijd. En we hebben gewoon zeer intensief met elkaar geleefd. In de week voor Ineke's overlijden en in de week na Ineke's overlijden. De maatregelen die er toen golden waren dat je met 100 man in een uitvaartdienst mocht zijn. Er overlijdt een jonge vrouw van 51 die volop in het leven staat. Dus veel mensen. En dan ga je strepen. En dat hebben we net zo lang gedaan totdat we op de 100 zaten. Dus zo hebben we het gedaan. We hebben het zo voor elkaar gekregen dat er 100 man in de kerk waren. Ik heb ook nog een batterij neefjes en nichtjes. En die hebben we in een aparte ruimte gezet met tv's en een stream. Dus die waren niet in de kerkzaal zelf. Dus er waren er wel meer, maar wel op aparte ruimtes. Daarna naar de begraafplaats en daar hebben we gewoon iedereen uitgenodigd. Openlucht, dat mocht ook. Dus daar waren veel meer mensen. En daar heb ik ook weer diverse mensen meer aangeraakt dan een boksje of een elleboogje. Dus ja, daar was ik wel weer technisch in overtreding. Maar dat kon niet anders? Ik vond van niet. Natuurlijk kan het anders. Maar nee, het kon niet anders. Als je net je vrouw begraven hebt en er komen vrienden en familie en vrienden op je af. Ja. Ik geef ze een huk. En dat mag dan niet. Ja, ik weet het, maar het kon niet anders. Je bent er met elkaar dan net even iets te menselijk voor op dat moment. Dus ik heb daar ook totaal geen spijt van of zo. Ik zou er spijt van hebben als ik het anders gedaan zou hebben. En als je nu terugkijkt naar de uitvaart en die dag eigenlijk, is het allemaal verlopen zoals je het had gewild? Of had je het helemaal. Het was een big tribute to Ineke. Het was helemaal zoals ik het in gedachten had, hoe het is gegaan. Ik vond het prachtig. Ik keek er ook echt naar uit, naar die dag. Ik had er echt zin in. En de dienst die is gewoon prachtig vormgegeven. Oh ja, wat ook super is aan corona, is dat er niet gezongen mag worden in kerken. Dat vond ik echt fantastisch. Want in plaats van dat iedereen staat te hummen en te zingen, kun je nu gewoon professionele zangers inhuren. En dan wordt het tenminste wel mooi gezongen. En dat gebeurde dus ook. Dus wij mochten niet zingen. En ik vond dat uitstekend. Dus dan luister je gewoon wat er geperformd wordt. Dus dat vond ik echt heel mooi. Ik was er wel content over. Nou, en er waren gewoon, de dienst was gewoon qua liturgie prachtig in elkaar gezet met muziek van Ineke. Bijbelteksten van Ineke. Het klopte aan alle kanten. Hoe gaat het dan nu met je? Nou, we zijn nu anderhalf jaar verder. Het gaat nu relatief goed met mij. Het is niet zo dat daardoor mijn gedachte aan Ineke minder wordt. Dat is helemaal niet het geval. Maar het is wel zo dat het leven weer wat begint te leven. En nu dat zo is, nu zie ik pas hoe ontzettend eenzaam dat afgelopen jaar geweest is. Ondanks het feit dat ik allerlei mensen om me heen heb, allerlei vrienden heb, maar in the end of the day zit ik alleen met mijn oude kat in bed. Ja, maar dat is het wel. En
Ja, dus dat is een beetje hoe het nu gaat. En ik weet niet hoe het verder gaat. En daar denk ik ook niet over na. Ik probeer echt een klein beetje bij de dag te blijven. Ja. Denk je al met al dat corona veel invloed heeft gehad op jouw manier van rouwen? Ja, want we hebben het nu heel sterk over hoe het was tijdens de ziekte. Rondom Ineke's overlijden. Maar er is nog een periode daarna gekomen voor mij, die tot op de dag van vandaag doorloopt. In de rouw belanden is sowieso al een eenzame toestand. En als je dan op dat moment ook eens een keertje ingeperkt wordt door allerlei maatregelen, dan helpt dat niet. Het is wel zo dat, want ik heb het net over dat huggen en knuffelen gehad rondom het overlijden van Ineke van mensen, dat ben ik blijven doen. Omdat als ik mij strikt aan alle adviezen zou houden, zou de laatste persoon tot op de dag van vandaag die ik geknuffeld zou mogen hebben, zou Ineke geweest zijn. Op haar sterfbed. En daarna niemand meer. Dat ga ik niet doen.